Ja, we wouden het vandaag hebben over de dikke bomen van Winterswijk. En dan begin ik eigenlijk met een verhaaltje over dominee Kraandijk. Tussen 1874 en 1888 maakte veel wandelingen door Nederland, alle delen van Nederland. Er waren ongeveer 70 wandelingen en dat deed hij niet alleen. Want hij werd op al die wandelingen vergezeld door een tekenaar, dat was Piet Scheperes. En die wandelingen, de beschrijving van die wandelingen, die zijn in boekvorm verschenen. Ja, kennelijk was er nogal wat belangstelling voor die boeken, want in 1994 verscheen al de vierde druk van dat boek over Gelderland. En bij zijn wandeling door het Woold beschreef hij de omgeving van de Scholtenboerderij Roerdink. Met onder andere: maar de kroon van allen in den omtrek, van allen in de uitgestrekte gemeente Winterswijk, spant de statige eik, die op enige afstand van het huis zijn dikken gavende stam en zijne fiere kruin verheft. Recht en slank gaat hij op, en gij zoudt hem op het eerste gezicht niet voor een boom van bijzondere zwaarte groeten. Maar staat gij bij zijn voet, meet gij zijn omvang en ziet gij op naar zijn hoogte, dan ontvangt gij een diepe indruk van zijn majesteit. Hoe klein is het huis dat zit legerde onder zijn schaduw. Hoe nietig zijt gij zelf. Nou, dat moet dus in de jaren 80 van de 19e eeuw zijn geweest. Al van ouds waren in de omgeving van Winterswijk verschillende punten die gebruikt konden worden voor uitstapjes. Een klas met kinderen of een fietstochtje. En zo is de Dikke Steen in het Woold, dat was een van die vaste pleisterpunten. Er is in die tijd zelfs een boek geweest, een gastenboek. En dan stond er een bordje bij de Dikke Steen. Degene die de Dikke Steen bezocht hebben, die kunnen naar Bakker Berenschot in het Woold gaan om daar hun naam in het boek te schrijven. Nou, als je nou iets verder dan die Dikke Steen gaat, wel de goede kant op natuurlijk, dan kom je bij de Scholtenboerderij Roerdink. En iets voorbij de Scholtenboerderij Roerink, daar staat een klein Saksisch boerderijtje. Die heet Roerdink Schoppen. En daar stond dan die dikke boom in het Woold. Die boom die moet ongeveer uit het jaar 1500 stammen, heeft men geschat. Aan het begin van de eeuw waren er 10 kinderen nodig. Hangt natuurlijk een beetje van de grootte van de kinderen nodig om de boom helemaal te kunnen omspannen. In 1946, een jaartal wat zometeen nog weer terugkomt. In 1946 was de hoogte 28 meter en had op manshoogte een omvang van 5,72 meter en een diameter van 1,76. En de inhoud moet ongeveer 30 kuub gemeten hebben. In de periode tussen 1808 en 1954, dus anderhalve eeuw ongeveer, was deze boerderij van enkele generaties van de familie Gellink. En die Gellinks, die gingen van vader op zoon, waren die timmerman. Nou, de bezoekers aan de boom, die kregen bij de familie Gellink altijd een welkome onthaal, gastvrij onthaal. En ze kregen, de kinderen die kregen daar zelfs, daar hadden ze kennelijk wel op gerekend, altijd wel koekje en snoep. Dus dat was ook wel een leuk uitje voor de kinderen. Het was in het najaar van 1945 dat de familie Gellink 's nachts wakker schrok. En het bleek dat de volgende dag, toen ze gingen kijken waarom ze gewekt waren, toen bleek dat er 2 takken, grote takken van de boom, bijna op de boerderij zouden vallen.
Nou ja, de boom die zag er al niet zo heel erg goed uit. En die helde ook een klein beetje in de richting van de boerderij. Nou, dat konden ze natuurlijk niet hebben. En toen heeft de eigenaar, die heeft vergunning bij de gemeente gevraagd om de boom te mogen kappen. Nou, die vergunning is verleend. En op 2 mei kon de eeuwenoude eik door de firma Klein Poelhuis uit Winterswijk worden geveld. Nou ja, in de houtzagerij van Meerdink, daar werd hij in planken gezaagd. En toen heeft Meerdink gezegd, nou, 1 van die planken houd ik zelf, want daar moet mijn kist later van gemaakt worden. En volgens de geschiedenis is dat inderdaad gebeurd.